Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Griekenland. Het land werd destijds de euro ingesmokkeld met hulp van Goldman Sachs. Tot de aap uit de mouw kwam, de regering werd vervangen en aan de kop daarvan iemand kreeg die eerst voor Goldman Sachs werkte. Nu zijn er verkiezingen geweest. De nieuwe financieel minister viel flauw, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en zegde zijn baan op. En is inmiddels vrij vlot vervangen door dezelfde man die destijds Griekenland de euro in heeft geholpen. Ondertussen leidt het Griekse volk. Gebrek aan economische vooruitzichten. Elders in Europa is een ander land wat ook economisch zwaar weer meemaakte. Dat land liet zich niet de van buitenaf opgelegde maatregelen voorschrijven en zette een eigen koers uit. Dat land draait inmiddels 2,4% economische groei. Misschien is democratie ook helemaal geen Grieks woord. De oplossing voor Griekenland heet daarom IJsland.